Goedemorgen. Goedemorgen. Louis Ruiter. Hallo. Fietsnet. Wat is het probleem? Ik heb helaas een lekke band. Gaan we maken. Oké, super. Als je pech hebt met je fiets, kun je tegenwoordig in Nederland de mobiele fietsenmaker bellen. En als je in de buurt van Amsterdam woont, dan komt Louis Ruiter langs. Ik denk wel dat dit uniek in de wereld is. In Nederland zijn meer fietsen dan mensen. Mijn regio is Amsterdam, en groot Amsterdam. En in Amsterdam zijn er al 1 miljoen fietsen. Maar goed, er zijn ook heel veel fietsenmakers in Amsterdam. Maar onze kracht is dat we bij de mensen voor de deur komen. En ook bij bedrijven. Maar Fietsnet komt pas als je een onderhoudscontract hebt afgesloten of voor 30 euro per jaar een pechpas hebt gekocht. Goedemorgen, Fietsnet. Ja. Onderhoud van uw fiets. Ja, ik kom eraan. Geweldig. Je zou zeggen, werk genoeg met zoveel fietsen. Maar je hoeft in Nederland niet je fiets te laten keuren. En een onderhoudsbeurt is ook niet verplicht. Daarom probeert het bedrijf klanten te trekken met extra service. Mocht dat niet lukken, wordt in ieder geval de klant naar huis toe gebracht en gerepatrieerd. Sowieso. Ja, het is echt waar, het is helemaal op mijn lijf geschreven. Ik ben buiten, ik ben onderweg, ik kom mensen tegen. Als het goed is, help ik mensen, zodat ze weer blij zijn als hun fiets gemaakt zijn, dat ze weer verder kunnen rijden. Of de reparatie aan hun fiets, dat ze de fiets weer kunnen gebruiken. Ja, het is helemaal wat ik wil. Ik voel me er heel erg prettig bij. Alsjeblieft. Dank u wel. Bedankt. Veel plezier met de fiets en niet meer door het glas rijden. Oké, doe ik. Dank. Tot ziens. Dag.